Kerstmis komt dichterbij. En dat is toch altijd een... Kerstmis. Dat was een schone tijd, hè. Mannekes, jij hoort dat toch, hè? Word ik nu ook zot? Ja, maar... Dat is hier niet meer geestig, hè. Zo chic. Ja, het is kerstavond, hè, vonden. Ja, dan vul ik me nog wel wat onderdrist. Of ga je wat overdrist, dat zou ook kunnen. Ja, we kunnen niet alle dagen jeans en basketsloefjes dragen, hè. Oh, ga je wel, zin ik. Dat is tref, dat. Dat is goed. Ja, get style en get style, hè. Ja, juist. Ja. En Freda was ook 9 jaar jonger, als ik. En pas op, hè, die ging ook al eens dansen zo, met haar jeugdvrienden. En pas op, er zaten ook heel wat knappe gasten, Barber, dat ze dan al eens zo een plakker met danste, zo Samba Pathé van Santana. En Angé van de Rolling Stones. Oh, Angé! Angé! Oh, zo dat plakker dansen. Daar heb ik nog een keer hoesting in. En zo dicht tegen elkaar. Zo, oh, zo schuren tegen een heet mannenlijf. Zullen we straks ook nog eens een plakker dansen? Ik was niet aan u aan het denken. Een spook is eigenlijk een wit laken dat rondwaalt. Maar een geest dat is hier met die gestorven is en die niet goed weet waar dat hem is. Die niet goed beseft dat hem gestorven is en die eigenlijk mee kerstavond wil komen vieren. Ja. Ja, Leen, jij mag hier ook wel een leuk accentje insteken. Het is mijn eigen accent, hè. Dus ik ben... Ja, zij mogen ook eigenlijk in hun habitat verblijven, hè. Dus ik mag dat van de Sven ook altijd. Hij vindt dat exotisch. Ja. Dus voilà. Dus ik doe het een beetje gekuist, maar het geeft wel altijd iets extra. En wie mag jij hier spelen? Ik speel Virginie. Ik ben de... Goh, hoe zal ik het zeggen? De bemoeizieke staat er, maar ik vind eigenlijk de ambetante buurvrouw. Ja, ik vind ze zalig om te spelen, maar ze is nogal hard voor sommige mensen. Dat kan niet! Niet, tegen mij zijn ze gebeurd. Moet jij iets drinken? Moet jij iets drinken? Drink elkaar? Ja, oké. En op een gegeven moment, hè, ging haar hart tegen 82. 0. Waar 0? Hij stond op 0. Oh jongens, je doet het! De vader van Eefje dan eigenlijk komt kerst mee vieren nadat zijn vrouw hetzelfde jaar is overleden. En dan ontstaat er natuurlijk van alles en daarvoor moeten mensen komen kijken natuurlijk. Maar het is heel grappig, je komt echt kijken. En er was iets met koffie. Ja, ik speel een barista, een buurman die koffie maakt. Maar niet alleen koffie heeft, of niet alleen interesse heeft in koffie, maar ook een beetje in de jonge weduwe. En, ja. Wat? Oei, oei, vertel ons meer. Wel, ja, die Eefje, die gaat ervoor. Wat? Die gaat ervoor. Nee, maar sorry. Ja, dat is wel zo. Ja, het is wel zo. Troosten. Ja, troosten. Ja, voilà. En tussen alles door probeert een goede gastvrouw te blijven. Ja, ja. Waarom moeten de mensen echt komen kijken? Oh, mensen, als ze een warme kerstavond of kerstmiddag willen, waar dat ze kunnen lachen, waar ze ook even kunnen stilstaan met de kerstboodschap en waar dat ze gewoon een totaalpakket hebben van toffe acteurs, een goede decor, prachtige belichting en een heel mooi verhaal, ja, dan zou ik zeggen, kom af. Maar ja, het zal van januari zijn, want in december begint het al moeilijk te worden. Dus, maar we spelen extra voorstellingen ook in januari.